Top dat je kijkt naar mijn allereerste fashion vlog. Ik ben Leonie en vandaag gaan wij samen shoppen bij Lonalisa. Fashion is niet mijn middle name, maar ik ben wel heel erg gek op kleding. Ik heb al een aantal dingen gezien die ik heel tof vind, dus ik ga eens kijken of ik een aantal gave outfits samen kan stellen. Bij Lonalisa kun je terecht voor fashion in alle soorten en maten. Je kunt er iets vinden voor een tof feestje, maar ook om naar je werk te gaan. Deze vind ik dus echt heel gaaf. Oké, dit vind ik dus altijd het allermoeilijkste aan fashion. Ik zie iets dat ik tof vind en dan denk ik, waar ga ik dit mee combineren? Ja, je wil er eigenlijk geen saaie jeans onder of een zwarte broek, dan wordt het weer zo donker. Wat ga je hieronder doen? Laat me nog even zoeken. Oké, ik heb dus een heel pashokje vol en ik kan echt niet kiezen. Ik ga gewoon wat dingen aantrekken en ik laat het je zien. Oké, ik ben hier al slecht in. Blus is wel cool, hè? Maar dit is echt niet, dit past echt niet. Ja, we gaan wat anders proberen. Dit vind ik wel een echte casual standing out outfit. Het is een stoere blouse, een beetje een satijnachtig stofje met een gave print. Een stoer jurkje eroverheen. Met een goede panty en een paar stoere hakken eronder. Ben je helemaal klaar om naar je werk te gaan? Of naar een gezellig etentje? En terwijl ik druk bezig ben met de montage van deze vlog, kom ik erachter dat ik de perfecte outfit voor Class with Sess heb uitgekozen. Dat heeft dus niks te maken met casual standing out. Goed zo, Lee! Nou, ik ben ondertussen weer aangekleed en klaar om te gaan. Die kan ik hier natuurlijk niet laten hangen. Die gaat met mij mee. Ik ga met een mooie outfit de deur uit. Ik heb hem echt afgerekend. Take 2! Ik ga met een mooie outfit de deur uit. Nou, dat wordt lekker. Ik ga met een mooie outfit de deur uit en ik vond dit heel erg tof om te doen. Wil jij ook meer Lonalisa fashion vlogs van mij zien? Laat het dan weten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei! Dag! Doei.